Als je niet zou weten dat er in Koewacht een toren in de bosjes verscholen zit, zou je hem nooit vinden. En dat is nu net de bedoeling. De luchtwachttorens werden tijdens de Koude Oorlog langs de grens neergezet om uit te kijken naar laagvliegende Sovjet-vliegtuigen. Het ontwerpbureau Heel Scholten heeft een tweede prijs gewonnen in een ontwerpwedstrijd met het idee om de Honingraad-wachttorens te gebruiken als bijenhotels, heel toepasselijk be aware gedoopt. Of het idee uitgevoerd wordt, is de vraag. De ontwerpers willen nu de eigenaren van de torens in Koewacht, Ede en Nieuw-Namen enthousiast maken voor het plan.